Yo YouTube, ik zit hier met vandaag een nieuwe video op mijn kanaal. Vandaag een hele speciale dag, want vandaag gaan wij de... Vandaag gaan wij de Try Not To puke Challenge doen. Jullie dachten dat ik de Try Not To Laugh Challenge ging doen. Maar die is al veel, te veel, te veel, te veel, te veel, te veel, te veel gedaan. Vandaag doen wij de Try Not To puke challenge, doe zeker een duimpje omhoog als je deze video uh, bekijkt, dan, dan motiveer je me en dat is jouw bedankje naar mij, en dan, dan vind ik leuk, want ik maak elke dag video's, en ik sta op om deze video's te maken, en om te werken en bla bla bla, dus ik doe nu de try not to puke challenge, ik probeer zo origineel mogelijk te zijn, dus ik probeer gewoon ideeën op te doen als ik in mijn bed lig, of als ik aan het werken ben, of als ik aan het kakken ben eigenlijk gewoon elk moment van de dag probeer ik te brainstormen, om originele ideeën te bedenken, om video's te maken, speciaal voor jullie dus mensen, laten we er maar meteen aan beginnen de Try Not to Puke Challenge. Ik ben zit en ik zou zeggen: Let's fucking do Lieve dames en heren, um, deze foto's staan niet in een speciale volgorde. Maar deze foto's staan in. Um, Wat was het? Deze foto's staan eigenlijk gewoon in een willekeurige volgorde, omdat alle foto's erg zijn. Maar we beginnen dus onderaan. En ik weet niet waarom. Maar we beginnen. En. Go! Holy shit. What the fuck? Eh. Uh, eh. Yeah, yeah, die, die, uh, die. Die vingers. Die vingers. Oh. Die vingers plooien zo helemaal naar. Eh, hey, what the fuck! Is dat. F... Dat is fake toch? Die draait gewoon zijn hand en. Ja, dat is fake denk ik. Ze draaien gewoon. Nee, zijn... ik weet het niet. Ik zou het echt niet weten. Het is gewoon fucked up. Stel je voor dat je je vingers kon. plooien helemaal naar boven. Ik weet dat er mensen zijn die dat kunnen, die hun vingers zo echt helemaal kunnen omploien. In mijn klas zitten er ook een paar. Nee, nee, ik kan het niet. Ik kan het niet. Verder naar de volgende, let's go! Eh, hey, what the fuck! Holy shit! Eh! Eh! Uh, Wat? Hoe? Hoe? Ah, ah, fucking hell, nee, dat is fucking veel pijn. Wat? Hoe kan je je vinger. Die mevrouw doet dat gewoon zo even chill zo Hé, Ja, mijn vingers zitten nu onder mijn ogen. Nee, eh, kan dat daaronder dan? What the actual fuck? Geen duizend jaar. Eeuw zie dat die vingers zitten echt onder die ooglapjes en die mevrouw is aan het genieten of zo weet ik veel misschien heb je jeuk op die plek nee dit gaat erover nee oh dat is fucked up oh we gaan naar het volgende let's go oh dit is een kuitkramp. Oh, fucking hell. Oh, dat is een been. Ah, oh, deze is heftig. Als je opstaat in de ochtend, heb je dat soms. Ik heb nog nooit de deuk gehad. Maar wel soms dat ik wakker word en dat ik een enorme kramp krijg in mijn benen, begin ik zo recht te springen en te rollen en te springen. Maar niks, dat gaat zo niet vanzelf over. En dat duurt zo 10 seconden. En dat zijn de ergste. 10 seconden van de dag. Vreselijk. Oh, maar die, die. Oh, daar zit er echt een diepe put in. En dat is een kramp. Samen... Echt een dikke samentrekking van je spieren. En daar zit er gewoon. Er zit gewoon een put in dat been. What the fuck? Stel je voor dat je wakker wordt en er zit zo'n put in je been. Dan denk je dat er mensen spieren zijn gewoon stelen van je. Oh my fucking god. Dat is gewoon fucked up. Wacht. Het gevoel om te denken aan die pijn in je kuit is fucking erg. Nog, we gaan gewoon naar de volgende. Let's go. Ah, nee. Oh my fucking god. Oh f- Oh nee, oh my. F oh. 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 Het, ge het gedacht eraan. Haha, toen gewoon pijn van het laten kijken. Ah, dat net waar het papier hier. Oh. Oh my shit, die fucking oh, Nee, doe dit weg, doe dit weg. Oh my god. Dat gevoel van te weten dat er daar papier door kan snijden. EU. Oh, ik bekijk het nog één keer, gewoon voor de pijn. Oh, ik voel het zo branden als ik daar naar kijk. En dan scheuren... Ah, oh, dat is echt waar. Als je dat zo en dan doe je vingers uit elkaar. I, ah. Eww, stop, stop, stop. Oh, ik krijg echt rillingen van al deze dingen te kijken. Let's go. Wat is dit? Oh, ze gaan die baksteen toch niet kapot slaan. Oh. Oh, my fucking god. Oh. Nee. Oh. Nee, toch niet te ballen. Waarom? Oh my god, het is niet gezond. Oh. oh my god, ik voel het gewoon ook. Je kijkt naar die video en. Oh my god, waarom zou je dit zelf doen? Die, die jongen kan nooit meer kinderen krijgen. Oh my fucking god. Oh, oeh. Als jongen voel je de pijn gewoon. Oh, stel je voor. Als je knietje je ballen krijgt, doet het al pijn. Oh, hakbijl. Oh my god. Oh. We gaan door naar de volgende. Nee, nee, nee. Dit is fucking. Oh maar dit heb ik al. Oh. Uh, sommige mensen. Oh, sommige mensen kunnen je hier echt niet tegen. En ik ben daar één van zo dingen die uit putjes kruipen. Nee. Ah, oh, dat, dat is een fobie, maar ik vergeet de naam er altijd van. Ah, fucking, helder er is. Ik, ik weet niet waarom dat ik dat vies vind. Het is zo vies dat dingen uit putjes kruipen en dan. Oh, fucking hell, nee, doe dat uit. Oh, what the hell. Sorry, maar daar kan ik echt niet naar kijken. Sommige mensen zijn daar. Ik weet niet of er... Laat zeker weten in de comments of jij dat ook hebt. Maar ik kan Nou, bijvoorbeeld. Ik weet niet wat dat zijn. Lijkt het lijkt op een pad of zo. Of een of andere rare vis. En die, die beesten duwen zich zo uit, een stuk huid. En dan. Uh, uh. Nee. Fucked up, fucked up. Volgende. Oh my god, what the fuck is er? Wat de fuck is er met die been? En hij slaat het er gewoon terug in. Is dat een kruisband? Of een knieschijf? Uh, het is een knieschijf. Ah, hij, hij slaat zijn knieschijf gewoon terug. Oh, fucking hell. hel. Was dit ding je echte knieschijf? Gewoon hier. En hij, hij slaat er gewoon op en het valt terug in zijn plaats. Ik wist niet eens dat je knieschijf zo mobiel was. Ik kan mijn knieschijf een beetje bewegen, maar niet zoveel. Wajow. yo. Uh. Stel je voor dat, dat je aan het voetballen bent en ineens zet je knieschijf aan de onderkant van je been of zo. Je moet hem zo helemaal terugdraaien. Uh. Uh. Yeah. Yeah. We gaan naar het volgende. Let's go. Yeah. What the fuck? Holy shit. What the fuck is dat? Holy shit. What the fuck? En ah, wat doet dat ding nu? Zuigt dat nu? Is dat, het een is dat een geëvolueerde bloedzuiger? Check dat. Het lijkt alsof hij allemaal shit uitspuurt. En dan gaat hij... Uh. Dat is fucked up. What fucking beest is dit? Ik wil het nog eens zien. Wow, dat was wel speciaal. Het spuit iets uit en dan gaat het er naartoe. En dan begint het te zuigen en dan wordt het weer zo dik. Huh. What the fuck? Stel je voor dat je zoiets vindt en je raapt het op omdat je denkt dat het te worm is. En ineens spuugt het allemaal witte shit uit en begint het bloed te zuigen. Huh. Ik denk dat die beesten hier kunnen doden. Ik weet niet wat het is, maar we gaan gewoon door naar de volgende. Ik denk dat ik de ergste al heb gehad. Uh, nee. Uh, ik heb deze... Oh. Poeh. Nee, waarom? Waarom SpongeBob? Ah, het gevoel. Mijn teennagel. Uh, uh. Check dat. Waarom zou je dat aan kinderen tonen? Eh, uh. Fucking hell. Oh, what the fuck. Nee. Nee, dat. Ah, ah, ah. Waarom zou je daar de tekenfilm voor kinderen stoppen? Nog één keer. Nog één keer kijken. Ik wil zien hoe die teenagel eruit komt. Tak. Oh, fucking hell. En daar hangen allemaal van die aders aan die teenagel. Uh. Uh. Oh, oh, teennagel. Ik heb gelukkig nog nooit zo gehad dat mijn nagel ervan valt. Heb ik nog nooit gehad. Ik heb vrienden die het al veel hebben gehad. Ik heb nog nooit gehad dat mijn nagel is gevallen, gelukkig. We gaan naar het volgende. Dat zijn nu drie foto's. Dus foto's, ik weet niet wat dat zou zijn. Let's go. What the fuck? Op de een of andere manier weet ik ook gewoon wat het is. Dat zijn alle borstharen van een man die zijn uitgetrokken. En al die putjes die je ziet, dat zijn die... Die, die zakjes, dat in ons, dat in mannen zitten. Waar er een haartje uit groeit. En die zijn dus allemaal dus... Oh. Holy shit. Bij sommigen zie je zelf echt dat er nog iets uithangt. Ugh, dat is zo maar wax gedaan, denk ik. Dan da leg je er zo iets op warm en dan trek je en dan alle haren eruit. Ugh, het gevoel alleen. Ugh, stop. Laat het stoppen. Mm -hmm. nee. Nee, al uh. oh, je borsthaar. Ik heb nu al geen borsthaar, nog niks. Maar ik begin wel al kleine haartjes te krijgen. Denk zelf, als ik die zou uittrekken, dat het al fucking veel pijn zou doen. Nee, nee gewoon uh. hoe langer ik erover nadenk, hoe pijnlijker dat wordt. Volgende foto, let's go. Ah, nee. Oh, ik had dan meestal al mijn duimen. En dan trek ik daaraan en dan heb ik een heel stuk vuil mee. Zoveel pijn, niet nagels. Kun je of jullie het kennen? Ik heb voor het moment geen knienageltjes. Maar voor de mensen die het kennen. Rest in peace als je het ook hebt. Het zijn van die velletjes die normaal hier zo ergens hangen. Hier. En dan trek je daaraan en dan heb je echt volledige stukken mee. En wow, dat hoeveel pijn. Huh, als ik hier aan denk. Ja, yeah. mensen. Als jullie dat ook al hebben gehad, dit. Laat het dan weten. Dit is vreselijk. Zo'n dingen. Vreselijk om te hebben. Gelukkig heb ik daar in de zomer niet zoveel last van op de een of andere manier. En dat waren ze dat dat allemaal. Dat waren alle dingen van de try not to puke challenge Holy shit Bedankt om te kijken naar deze video Vond jij het nu leuk? Vond jij het origineel? Ben je blij dat ik eens iets heb geprobeerd Wat andere mensen nog niet hebben geprobeerd? Doe dat zeker even een duimpje omhoog Dan showen jullie ook support Showen jullie dat ik ook eens speciaal mag doen En ik vond het wel leuk om te doen Dus ik ben IJsit en ik zou zeggen Bedankt om te kijken naar deze video Vond jij het vet? Drop dan zeker een likeje Drop een commentje En deel deze video misschien als je het echt leuk vond Ik ben IJsit en ik zou zeggen Jongens, ik zie jullie bij de volgende video morgen Om 9 uur op mijn kanaal Het is daily august Waarin ik elke fucking dag upload. Elke dag, geen uitzonderingen. Dus elke dag kunnen jullie een video verwachten op mijn channel om 7 uur. Kunnen jullie zitten en ik zou zeggen: Adios, piatjes. Ja, juuus.